Ik denk dat als ik een buitenstaander was, dat ik ook op mezelf had gehaat. Echt? Ja. Daar sta ik dan met mijn koffer op Schiphol, want vandaag doe ik het helemaal anders. Ik vlieg namelijk zometeen naar Lorette Mar samen met een van de meest besproken vrouwelijke artiesten van het afgelopen jaar. Femke Louise. In totaal heeft ze meer dan 60 miljoen streams behaald, scoort ze de ene hit na de ander. En de boekingen die stromen binnen, ook in het buitenland. Maar niet alles is altijd wat het lijkt. En daarom ben ik benieuwd hoe het er echt aan toe gaat achter de schermen. Ik neem jou mee en vandaag zeg ik, vamos! I'm on the road, my mama, making this door, my mama. Guys wanna roll, ya, 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 they stop in this door, my kasha. Is het? Ja. Gaat het goed? Ja. Femke, je komt echt een kleine half uur voor de vlucht. Ja. vertel. Is dat gewoon standaard bij jou voor de zomer? Nee, eigenlijk niet. Maar dit is wel echt serieus de eerste keer dat dit gebeurt. Ja. Je hebt meer dan 20 boekingen gehad deze zomer in het buitenland. Dit is je allerlaatste. Ja. Met wat voor gevoel ga je nu naar Spanje? Eigenlijk gewoon gevoelloos. Want ik ben echt blij dat het voorbij is. Ja? Hierna, ja. Lekker... echt klaar met al het vliegen en al die vliegvelden en het vieze wc's en alles. Dus... Mensen hebben toch een bepaald beeld, weet je wel, dat het heel chill is, relaxed. Ja, het is ook wel leuk, zeg maar, want je maakt wel veel dingen mee. Yeah. Maar het is wel zo van, het is geen vakantie, snap je? Yeah, yeah, yeah. Als ik in mijn hotelkamer ben, dan slaap ik gewoon. Of we eten wat, maar we hebben echt vrijwel geen tijd om gewoon in de zon te liggen of gewoon om echt gewoon... even te relaxen. Ja, in Albufeira hadden we dat dus wel, zeg maar. Ja. Het is eigenlijk gewoon, keihard werken. Gewoon keihard door en dan weer door. Ja. Wat kan sowieso niet ontbreken behalve je koffie en slippers? Ja, mijn zonnebril, want ik denk dat niemand meer komt op dit moment. We gaan in ieder geval nu boarden, even bijkomen voor jou in het vliegtuig. Ik denk dat je even een dutje gaat doen. Ja. En dat moet ook gebeuren. Ja, ik vind het trouwens echt heel leuk als je meegaat. Ja, we gaan er vandoor. We zijn nu aangekomen in Spanje. Ja. Als ik dan ook op jouw Insta kijk, je ziet op je stories wel wat je doet op een dag. Ja. Op je timeline zie je natuurlijk wel die mooie bikinifoto's en zo. Dus dan denken mensen al heel snel van, nou, die is gewoon lekker aan het genieten, weet je wel. Dat prop je er eigenlijk tussendoor, die foto's. Nou ja, sterker nog, bepaalde foto's heb ik van tevoren gemaakt. Omdat ik geen tijd heb om zomerfoto's te maken. Juist, ja. Dus sommige foto's zijn gewoon van bijvoorbeeld... in één dag heb je misschien 10 verschillende foto's gemaakt die je in 2 weken kan posten ofzo. Ja. Lekker douchen zometeen. Heerlijk. Lekker bijkomen. Lekker opfrissen. Hapje eten. En dan zijn we er zo weer. Koningin is back, mensen, jullie moeten knielen. Moonwalk de hele tijd, jullie likken hielen. Ik weet wat jullie willen. Inmiddels zijn we een beetje opgefrist en Femke is er ook klaar voor. Ik ga er nu op zoek naar de kamer. Jij gaat natuurlijk mee. En all fresh! Yes, daar zijn we weer. Even je kamer checken, Femke. Ja, nou, daar begint het al mee, hè? Het is echt een meidenkamer. Het is echt verschrikkelijk. Ja, nee, maar ik maakte net mijn koffer open. Yeah. Het toilet was open, toen was dus mijn foundation ontploft. Oh, ja. Shit. Dus, en nu? Ja, nu moet ik nieuwe halen zo. Hey, wacht even, wat me ook trouwens opvalt. Ik zie hier een blikje olijven. Ja, ik hou echt van olijven. Ja? Ja, ik vind het echt wel lekker. Hij is al wel leeg. Een soort van olijvenfreak. Ja. Dus het plan is nu eigenlijk om zo snel mogelijk foundation te scoren voor foundation jou. Foundation scoren. We gaan even kijken naar oorbellen. Ja. En misschien nog wat leuke kleding of zo. Oké. Okay. Let's go. Zet het in mijn handen. Ik cash uit. Zeg ze, ik ben op mijn buik.
Ik zie je wel met een watertje natuurlijk. Zomertour. Yes. Vermoeidheid slaat enorm toe bij jou. Hoe zorg je ervoor dat je er wel, weet je wel, dat je wel gewoon fitjes blijft? Voor mij werkt het in ieder geval wel dat ik gewoon eventjes stop met sporten. Ja. Want ja, heel veel mensen zeggen van je blijft er fit van en je gaat juist meer energie krijgen. Maar het brak mij vorig jaar gewoon helemaal op. En ik merk nu ook dit jaar, alles gaat gewoon een stuk beter. Ja, maar dat komt dus ook eigenlijk doordat je gewoon voor jezelf ziet. Ja, misschien ook minder stress of zo. Ja. En hoe komt dat het stukje dan gewoon echt weg is van die stress? Omdat je zeg maar niet meer continu iemand hebt die op je lip zit. Die zegt van je moet dit, je moet dat. Ja. Je kan gewoon echt zelf dingen invullen en bepalen. Zeg maar. Er is gewoon niemand die tegen mij zegt van nee, dat mag je niet doen. Juist. Je zit nu dan bij Spek, bij Ali. Ja. Zit al een tijdje natuurlijk alweer. Maar wat zijn voor jou dan de verschillen met wat je eerst had en nu? Ja, ik denk dat ik wel echt het belangrijkste ding vind. Van dat ik gewoon geen druk meer heb. Dat je niet iemand hebt die continu op je zit te pushen van je moet dit, je moet dat. En als je, dat, ik kon daar ook niet mijn eigen keuzes maken. En dat maakte me gewoon echt ongelukkig. Ja, hier wel. Hier doen ze gewoon echt letterlijk alles wat ik wil. Nee, want als je het hebt over vorig jaar, er is ontzettend veel veranderd voor jou. Ja, best wel veel. Als ik er zo naar terugkijk, gewoon van toen ik begon, zeg maar, toen het doorbrak. Ja. En zoveel mensen haten, hè? Echt niet normaal. Want hoe kijk je daar nu, zeg maar, op terug? Ik kan het ook wel begrijpen, aan de ene kant, waarom mensen daarop haten. Ik bedoel, ja, was toen ook best wel een gehaat persoon in Nederland. Ik denk dat als ik een buitenstaander was, dat ik ook op mezelf had gehaat. Echt? Ja, sowieso. Dat ik... Die mensen denken van ja, wat komt deze chick ineens om de hoek kijken, zeg maar. Zat je? En hoe zie jij jezelf dan nu? Zou jij nu nog steeds op jezelf haten? Nee, nu niet meer. Nee, ik probeer wel gewoon genoeg toffe dingen te doen, zodat mensen daar gewoon niet meer om mij heen kunnen. Want ik doe wel gewoon echt dingen die ik super leuk vind. Als ik kijk naar Femke van een tijdje geleden en die van nu, ik vind jou een stuk zelfverzekerder ook. Ook gewoon echt in de zin van dat je voor jezelf ook echt wel weet wat je heel graag wilt. En ja, welke kant je ook op wil gaan. Wat heeft op een gegeven moment jou die pressure, die druk gegeven voor jezelf? Van ik moet nu gewoon gaan knallen en gewoon scheid hebben en al die haat. Want je had al zo vaak kunnen stoppen. Omdat ik gewoon echt letterlijk iets doe wat ik heel leuk vind. Het is hetzelfde dat als jij van tekenen houdt en iemand dwingt jou om te stoppen met tekenen, maar je gaat het toch doen. Ja. Leef jij nu je droom? Nu? Ja. Zeker. Ja? Ja, ik mag echt heel blij zijn met de dingen die ik allemaal heb en met alle dingen die ik heb bereikt en zo. We zijn inmiddels in de winkelstraat aangekomen. En ja, jij hebt wat spulletjes nodig natuurlijk. Foundation. Ja, verschrikkelijk. Dan moeten we even naar op zoek. Aan wie zou je deze geven? Gewoon een drol. Aan wie zou je die geven? Fabiola. Oh. Ben je nu gezonder aan het eten? Nu? Ja, ook met de tourleven en zo, is dat belangrijk dat je erop gaat letten op hoe je eet? Je moet sowieso altijd opletten wat je eet. Sowieso, je wordt ook ouder, je lichaam gaat ook veranderen. Er komen gewoon kilo's bij. Ja. Maar je moet ook tussendoor genieten. Ja. Moet ook gebeuren. Volgens mij staan we voor een winkel waar je zo meteen je foundation kan kopen. Hoop ik, want ja, toch? Het is wel een beetje een ingewikkelde kleur. Ja? Heel geel. Oh ja? Nou Femke, geen foundation voor jou vandaag. Hoe gaan we het oplossen dan? Ja, desnoods ga ik gewoon zonder. Ja? Ja. Dan maar gewoon even niet. Ik ben geen drama queen als het gaat om eventjes geen make-up. Nee. Nee? Nee. Oh, geen probleem. Wel geen even probleem. Lekker geshopt heb je. Wat leuke dingetjes ja, heb je gehaald. Ja, wat dingetjes. Maar Femke, op je shirt heb je feminist staan. Ben jij echt een feminist? Voel jij jezelf ook als een feminist? Ik wil wel zo zijn, ja. Ja? Ja, omdat ik het wel heel erg belangrijk vind dat vrouwen altijd het uiterste uit zich halen. Ja, ja. En welke normen en waarden vind je daarin heel erg belangrijk bijvoorbeeld? Nou ja, vooral heel erg de gelijkheid, zeg maar. Dat is er nog niet. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen? Ja, dat vind ik eigenlijk vooral het belangrijkste. Maar steunen de vrouwen elkaar wel genoeg, vind je, in deze zin? Omdat ja, de vrouwen toch wel in de minderheid zijn, nog steeds wel. Ja, maar er komt een dag, dan is dat niet meer zo hoor. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Wat moet er veranderen dan volgens jou? Ik denk dat de vrouwen nog eventjes hun tijd nodig hebben om even hun dingetjes op te bouwen.
Ja. Dat ze het dan eerst moeten laten zien. Snap je dat ze het kunnen? Want ik ben ervan overtuigd dat vrouwen waarschijnlijk betere shows kunnen wegzetten dan mannen. Maar de support tussen vrouwen kan dus eigenlijk nog beter, vind je? Vind ik wel, ja. Ja. Zeg maar, als er iemand is die een passie heeft en die heeft daar hulp bij nodig. Ja. En ik kan die persoon daarbij helpen, dan sta ik gewoon open voor om dat te doen. Ja? Maar dat is niet altijd zo geweest bij jou, dat andere vrouwen klaar stonden om jou bijvoorbeeld dan te helpen? Nee, ik vind juist altijd dat andere vrouwen heel erg neerbuigend doen. Hoe ga je daar zelf mee om? Ik probeer me er niet heel veel van aan te trekken. Ik probeer wel gewoon altijd aardig te zijn tegen iedereen. En meer kan je sowieso niet meer. Zie dat je kijkt naar mijn vakka. Al heel de tijd kijk je mij aan. Kom, laat me zien dat je aankomt. We gaan even een hapje eten en daarna meteen door naar de soundcheck. We hebben net even gegeten. De planning is nu soundcheck. Soundcheck. Dus we gaan nu naar Tropics. Yes. En dan gaan we daar gewoon eventjes zingen, kijken of het geluid goed is. Want je weet nooit hoe het geluid is in het buitenland. Nee, precies, precies, precies. Oké, okay, let's go. We zijn inmiddels aangekomen in de club. De soundcheck vindt hier plaats. Ik weet wat er in je kop zit. Zie dat je kijkt naar mijn vakka. Al heel de tijd kijk je mij aan. Femke, net de soundcheck gehad. Voor mijn gevoel ging het wel goed. Het ging wel oké. Okay. Ja? Ja. Want waar let je zelf dan op tijdens zo'n soundcheck? Of alles gewoon helemaal goed geregeld staat? Ja, allereerst zeg maar dat de autotune gewoon goed afgesteld staat. Ja. Het geluid en de microfoon hard genoeg staat. Ja, nice. Wel echt dat soort kleine dingetjes. Ja, dat het klonk in ieder geval hartstikke goed. Het is, ik zeg altijd, alleen dat al is al een kunst om dat onder controle te krijgen, weet je. Je zou dan zeggen, je gaat nu rusten voor de show, maar dat gaan we niet doen. Wat gaan jullie doen? Ik ga alleen even snel een tattoo zetten. Even snel een tattoo zetten? Zo impulsief? Of is dit bedacht? Wat is het verhaal erachter? Lang verhaal. Gaan we zo in de tattoo shop even checken. Let's go. We staan nu in de tattoo shop. Eigenlijk zou jullie moeten uitrusten naar je soundcheck. Maar je dacht van nee, ik ga even mijn tatoeage zetten. Ja, nou dan ga ik slapen. Maar het was wel even impulsief tussendoor gewoon even een tatoeage zetten. Vertel. Nou ja, ik dacht ik ga gewoon even een tatoeage zetten. Maar ze zei voor 2. Wie gaat zetten? Vertel, wat is het verhaal daarachter? Ja, we hebben 2 jaar samen getoerd. Wie is dat? Je DJ? Ja, ja. Je hebt samen met je DJ 2 jaar? Ja, echt veel meegemaakt. En we zijn ook eigenlijk 2 maanden overgebleven. Mag ik beginnen? Zeg maar. En hij gaat stoppen? Ja, dus daarom zitten we 2. We gaan het gewoon vastleggen, die 2. Heb je al een plek? Ja, op mijn voet. Hier zo, denk ik. Kiel, zeg, ik ben benieuwd. Maar helemaal niet gespannen of zo, hè? Je gaat gewoon zetten. Ja, ik heb schijn. Reactie. En wat ik zag op een gegeven moment bleek worden. Bleek, ja. Ik deed echt oprecht. Het was echt om mijn botten, hè. Pijnlijker dan in je nek? Ja. Serieus? Ja? Ja. Wauw. Maar laat hem even snel zien. In de camera. Laat hem even zien. Jullie zijn helemaal matching. Ja. En jullie gaan, je gaat nu even rustig bijkomen in het hotel. Ja. Ja? Dan zie ik jou straks weer. Ga ik wel wat slapen? Pak even je rust. Het was een lange dag. Dan zie ik jou zo. Heb je er nou net over gedaan om je klaar te maken? Volgens mij vet snel, want alles moest even snel gebeuren natuurlijk. 20 minuten, ja, half uurtje denk ik. Ja, zometeen de show. Heb jij bepaalde dingetjes die je voor een show doet? Bepaalde ritueeltjes? Nee, gewoon alleen water drinken. That's it. Gewoon aan de water en dan nah, girl, kick some asses. Maak er wat van je laatste show, zomertour. Maak er wat leuks van, hè? Ja, ik hou het niet. Ja. Ik hou het echt niet meer. Ja. Het is warm, hè? Ben je ziek? Sorry. Ja, ik ben ziek. Ik ben goed. Nou, Femke, heel veel succes. Ja? Dankjewel. Let's go. Let's go. Ik ben niet zomaar een meid. Mijn exen hebben sowieso spijt. Mensen weten, ik heb sowieso schijt. Ja, ja.
Neem ik je extra kleding mee? Gaat dit je outfitje worden? Ik heb altijd mee. Ja? Maar ik zat te twijfelen, want toen ik dit aannemen in mijn hotelkamer, dacht ik echt van, de podium zo meteen. Ja, 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 ja. Dit gaat hem worden. Hetzelfde shirt aan de Oh, dat is wel leuk. Ja, deze. There you go, girl. Yes. There you go. Volgens mij over 2 minuten moet je al op. Ik hoop het. Ja, 2 minuutjes hoorde kreeg ik net te horen. Ik zal die gewoon wel uit. Ja, nu wel. Nu we zou ik het wel. Ja. Alright, girl. Het is je laatste show voor je zomertour. Maak er wat leuks van. She got this. We moeten praten. Ik heb zoveel vragen. Ga je je gedragen? Jongen, ben je down? Want ik ben down. Ben je real met mij? Als ik ben met jou. Ze komt net van stage af. Het ging helemaal los. Maar girl, wat heb ik respect voor jou. Gewoon serieus, ja. Je bent gewoon helemaal kapot. Ik zie je gewoon moeite hebben, weet je wel. Je bent gewoon verkouden, grieperig, ziek. En toch heb je het gedaan. Ja, ja. Nou, die mensen staan daar ook gewoon voor omdat ze een kaartje hebben gekocht. Tuurlijk. Maar wat motiveert jou dan toch om, weet je wel, om toch alles te geven op dat moment? Want het kost extra energie ook natuurlijk. Om dan, weet je wel, zo'n prestatie neer te zetten. Gewoon een knop omzetten, denk ik. Ja. Maar nu is het alweer bijna 4 uur 's ochtends. Het was een hele lange dag. Ja, en iedereen wil nog Burger King jappen. Ik snap dat niet, hoor. Iedereen wil nu eventjes aan de burgers hier. Wat ga je doen? Ga je eten of ga je slapen? Ik ga zo heel geen Burger King jappen. Jij? Nee. Ik ga zo meteen echt mijn bed opzoeken. Ik had echt verwacht dat het zwaar zou zijn. Maar dit had ik echt niet zien aankomen. Want dit is wel echt heavy. En ook jij die dan ziek bent. Ik mag sowieso niet klagen. Je gaat zo lekker rusten. Lekker opfrissen. Naar bed. En dan zie ik je al morgen. We zien elkaar morgen bij het ontbijt. Good morning. Ja. Lekker geslapen? Ja, kort, yes. Maar ik hoor dat jij eventjes bij moet komen. Ja, beter. Ja, hè? Eventjes, ja. Het is nu wel heel erg snel haasten naar het vliegveld. Ja, maar ik ga op het vliegtuig gaan we gewoon even een beetje chillen. Ja, toch? Een sapje drinken. Even bijkomen. Heb je water, heb je bij je? Yes. Alright, girl. Nou. Dan gaan we richting Amsterdam. Richting Amsterdam, yes. Misschien koop ik wel een Bentley. Misschien koop ik wel een Honda. In mijn jacka met bondkraag. Rijden naar de Fashion Week. Dank je. Daar zijn we dan op het vliegveld. Ja. En volgens mij kijk jij heel erg uit naar dit moment. Ja, want ik wil naar huis. Ja, hoe ziet je dag er verder uit? Ik heb een hotel geboekt. Ja. Een hotelkamer. Ja. Ga ik even bijkomen. Ja. Chillen in mijn eentje. Is er iemand die voor je kan zorgen? Of is het echt single life nu gewoon fully? Ja, single life fully. Ja. Je focust je echt heel erg op je werk en je carrière op dit moment. Ja, dat vind ik wel echt heel belangrijk. Sowieso ben ik bezig met een EP. Ja, oh nice. Het is wel moeilijk omdat ik wel gewoon op zoek ben naar de juiste nummers. Ja. En ik moet zelf namelijk ook heel veel aan mijn EP doen. Dus ja. Er gaat veel tijd in zitten. Ja. Maar ik ben ermee bezig, dus het komt goed. Maar sowieso nu eerst nog een losse single droppen en daarna kunnen mensen wel echt een EP verwachten. Wie zie jij op zo'n EP van Femke? Ik ga gewoon een beetje mee met waarvan ik denk van oké, dit is tof. Ja. Maar ik wil sowieso ook echt nieuw talent ook wel een beetje de kans geven om zichzelf te laten zien. Dus, nice. Ja, heel tof. Checken. Heel tof. Yes. Femke, ik wil je bedanken voor je gastvrijheid deze dagen. Sowieso, ik vond het ook super leuk en ik wens je heel veel beterschap. Ja, dankjewel. En ik ga super boos worden als je niet je rust gaat pakken. Ik hou je in de gaten. Super thanks. Wij moeten heel snel onze vlucht gaan halen. Yes. Vond jij dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je ook niet om te abonneren op het Fanix kanaal. En ik zie jou heel snel weer uiteraard. We're out. Ciao! Bye.